In de Surinaamse media, dagblad Suriname Herald, staat een stuk met de kop, mini-college en Oostburg over waarom zijn handelingen viftig zijn en aan Simons waarom zij een standpunt moet innemen. Dit stuk wordt toegeschreven aan Hitmat Mahawat Khan. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk dat geschreven zou zijn op 22 juni 2024. Ik heb al diverse keren verwezen op het gevaar voor de samenleving door de verviftiging van die samenleving en de dubbelhartige rol van de NDP bij de handelingen van Oostburg. Maar het lijkt alsof beide, zowel Oostburg als de NDP, dat niet willen snappen. Oostburg doet alsof hij water waterziek branden als hij erop aangesproken wordt en de NDP steekt haar hoofd in het zand in de hoop dat het overwaait. Dan maar nu een mini college over wat zo giftig is, hopelijk valt het muntie nu bij ze allemaal. Ik zal hier drie aspecten uitleffen: 1. Wat Oostburg doet, 2. waarom het gif is en 3. wat de rol van de NDP daarin is en zou moeten zijn. Wat doet Oostburg? Altijd is Oostburg bewust, let op, bewust, bezig heeft te spuiten in de samenleving. Wat en hoe doet hij dat? Hij bespeelt een groep mensen, zijnde zijn volgers, met demagogie. Hij schrijft en slash of publiceert regelmatig heel selectief, let wel, heel selectief, over situaties waarin alleen Hindustanen te zien zijn en dan insinueert hij en creëert hij sevesties en soms zegt hij dat zelfs ronduit, dat Santokki alleen maar Hindustanen selecteert. Daarmee probeert Oostburg-rassen tegenover elkaar te zetten. Er zijn tientallen voorbeelden van, maar ik zal met een simpele selectie van één dag laten zien hoe dat gaat en de onzinnigheid van hem illustreren. Hopelijk gaat hij het nu wel slappen. Hij radicaliseert met de dag. Als dat München niet vanzelf bij hem valt, dan zou iemand in zijn omgeving hem tot inkeer moeten laten komen. Op 14 juni 2022 publiceert hij deze foto met zijn tekst Is S.U. Little India geworden. Ik heb van anderen bevreden dat het een oude foto is, maar Oostburg publiceerde dit op 14 juni. Overigens zijn andere tekst over Prenobe en Santoki en de Page welhoudt. Op dezelfde dag, 14 juni, heb ik willekeurig uit de Surinaamse nieuwsberichten twee andere foto's geplut die een ander beeld geven dan Sule en Little India. Dit publiceert hij dan niet. Dit zien zij volgers dus niet. Waarom niet? Omdat ik niet paas in zijn opruiing. Delen van Suriname zijn al tijden bezig om selectief en daarmee ook sevastief een beeld te creëren, en daarmee ontwrichten zij die samenleving nog meer. Let op, ik zeg nog meer. Santoki is ook al niet goed bezig. Mijn oproep aan Oostbulf, stop met die opruiming, stop met het bespelen van rassentimenten. Ga vooral door met inhoudelijke kritiek op Santokki en zijn beleid. Waarom het gif is? Er is een gezegde: wie wint zaait, zo stormoogsten. Als je zelf de hele dag benzine gooit op iets smeulends, dan ben je een pyromaan, dan ben je uit op sensatie, dan ben je slecht. En als dat wel jouw motief is, als dat wel jouw doel is, dan moet je daar ronduit voor uitkomen en niet lafhartig met kletsverhalen komen over je buurvrouw die een Hindoestaanse is en dat je daar roti gaat eten bij haar en dus dat je met alle rassen optrekt. Het gevaar van het gif is dat nu delen van Suriname in koor en ongegeneerd in alle openheid roepen Mino Wanwankuri als president. Laat de coolies naar India gaan. Dit begint nu gemeengoed te worden. Er worden rassentimenten bespeeld en geesten uit flessen verhaald. Dit komt doordat Oosburg de hele dag met dat soort onzin, ja ja, het is de reinste onzin, en dat is nog zacht uitgedrukt, bezig is met zijn volgers die hem zonder na te denken papegaaien. Er wordt een sfeer gecreëerd om straks niet te kiezen voor Santokki, niet omdat hij een desastreus beleid voert, maar omdat hij een coolie is. Voor de goede orde, Santokki moet niet terugkomen. Door dit gedrag van Oostburg wordt het steeds normaler in Suriname om te denken aan geen meer. Je ziet het nu steeds meer op social media. Ze gaan ook steeds verder met oproepen zoals tot bundeling van alle afropolitici als tegenhanger van de VHP, alsof dat een oplossing is voor de grote zorgen van Suriname. Zij om die mensen die zo denken in herinnering mee te veven dat de vin jaren 70 de afropolitici zich gebundeld hadden in NPK 1 en het land gestort hebben in een onderdachte? ...om en roekeloze actie van onafhankelijkheid van Suriname. Veel van de nu villende Afro's in diaspora, waaronder veel van de volgers van Oostburg... ...zitten hoog en droog in Nederland omdat ze zo blij waren met die roekeloze actie van die NPK 1... ...de gebundelde Afropolitici. De NPK 2, de gebundelde Afropolitici, zijn ook weggeschoten door de militairen in 1980... ...niet omdat het beleid zo geweldig goed was. Dus nu met zinloze oproepen komen en het land op vernietiging sturen door etnisch politiek te willen bedrijven is bijna misdadig. Noot, in NPK 1 en 2 zat ook een aanhang zoals KTPI, maar dat stelde dus geen donder voor. Mijn oproep aan Oosburg en zijn volgers en anderen: stop met die opruiming, stop met het bespelen van rassentimenten. Kom met inhoudelijke kritiek op het beleid. Wat is de rol van de NDP en van name van Simons? Dat de NDP in de glorietijd onder leiding van Boutes juist dat etnisch denken afgebroken, is genoegzaam bekend. De huidige NDP, dus niet die van voorheen in de tijd van de nog sterke Boutesen en Abrahams, is nu bezig om juist misbruik te maken van die etnische stemmingmakerij. Deze NDP doet nu hetzelfde als waar zij ooit tegen hebben gevochten. Oostburg mag geen formele rol hebben in de NDP, maar hij is dikke mik, en meer dan dat, met prominente, waaronder de presidentskandidaat Simons. Ik zal in dit verband hun interne lijnen niet onthullen, maar Oostburg is niet zomaar een passant en zijn activiteiten zijn goed bekend bij de prominenten, waaronder Simons. Hoe dit die lijnen lopen, wordt relevanter voor de samenleving als de NDP en Simons steeds meer Awari Domriva spelen. Maar ook al weet je als buitenstaander er niets van, niets van de interne banden, dan nog is het vreemd dat de NDP en met name Simons niet openlijk een standpunt innemen. Simons gaat op het podium in Pontbuiten zogenaamd haar bezorgdheid tonen over de polarisatie. Maar zij bedoelt daar alleen Santokki, want zij pakt niet de telefoon om Oostburg aan te spreken. Die telefoon van haar waarin ook veel apps staan. Is zij wel zo bezorgd over racistisch gif? Heeft zij niet baat bij alle etnisch gifspuiterij? Want de sentimenten als geen koelie meer vergroten haar kansen als presidentskandidaat. Als zij in tever is, civilisatie heeft hem bezorgd is... Dan neemt zij openlijk afstand van Oostburg met wie zij in abgroepen zit. Laat ze tonen dat ze wel presidentwaardig is. Boutersen had zich openlijk tegen dat soort gedrag gekeerd. De NDP en Simons voorop zijn nu heel dubbelhartig. Tieren op de glorietijd van de NDP en waartegen de NDP vocht, maar tegelijk zich nu zelf van die verderfelijkheden bedienen, geeft aan hoe bedenkelijk ze nu zijn. Ik heb de NDP hierop aangesproken, maar dat was een dove malshoorde. Ik heb ze in het openbaar afgesproken, lees dit artikel: Dirty Campaign Team, een smet op of een wapen van de NDP. Maar ook dat was een woorden. Oproep aan de NDP en Siemens: neem openlijk afstand van de handelingen van Oostburg, Bewijs dat Bronti Jari nu veen cosmetica geworden is bij de NDP. Siemens droomt al over haar presidentschap. Haar oren en ogen zijn nu dicht. Laten wij hopen dat de kiezers wakker worden en hun ogen en oren openen en zich niet laten misleiden door alle gifspuiterij. Laten wij hopen dat de kiezer de rekening zal presenteren voor die onsmakelijke en verderfelijke handelingen. Hikmat Mahawat Kham. PS Santokki is ook niet bevorderlijk voor de eenheid van de samenleving. Daarover heb ik zelf al diverse keren geschreven en versproken. Dus kom niet met afleidende praatjes over ja Santokki dit of Santokki dat. Het gaat nu in dit artikel over de rassentimenten aanwakkerende rol van Oostburf en de houding van NDP en Simons. Al dus, Hikmat Mahawat Kam. Dagblad Suriname Herald, Paramaribo, Maribo, Suriname.